Goeiedag, het is so lekker om weer samen met jou te keir in die nieuwe jaar, in een nieuwe jaar met nieuwe uitdagings, nee? En nieuwe dingen wat ons in die gezicht staar. En misschien het die jaar ook vir jou baie rof begin en dan as 'n gelowige het ons geloof nodig vir die jaar. En ek gaan met jou hierdie week gesels oor geloof. Wat is geloof? Is het geloof te doen met die tannemeis, het te doen met Kersvader, of is geloof iets baie meer as dit? Hebreërs 11 vers 1 is die eerste plek in die Bijbel wat ons eindelijk lees oor die fondasie en die definitie van geloof. En het sê so mooi in die ou vertaling, geloof is dan een vaste vertrouwen op die dinge wat ons hoop en een bewijs van die dinge wat ons niet kan sien nie. Geloof is niet blind nie, geloof is een bewijs, het is een vaste vertrouwen. Die Griekse woord wat daar gebruikt wordt is een onderliggende realiteit. En daarom kan jou geloof gebouw word en kan het sterker word oor tyd, soos jy onderliggende realiteite in jou lewe inbou. En die volgende paar dae gaan ons verder gesels oor wat beteken dit om te groei in geloof, sodat die bewyse en die vaste vertroue in jou lewe al hoe sterker kan groei.